Ik ben Dex Elmond, topjudoka, tweevoudig vice-wereldkampioen. Ik ben ambassadeur voor schooljudo. Met schooljudo leren kinderen via hun school judo kennen. Ze nemen de basiswaarden mee van het judo. En tijdens het judo, tijdens die lessen, zie ik ook wel kinderen die graag willen judo, maar die geen lid kunnen worden van de club. En daarom is het belangrijk dat ik ook als ambassadeur van het Jeugd Sportfonds de kinderen wat kan toereiken. Alle kinderen zouden moeten kunnen sporten. En dat is voor mij zo gewoon, maar het is niet voor iedereen gewoon. Kijk, op school leer je jezelf mentaal ontwikkelen, maar het is ook belangrijk om jezelf fysiek te ontwikkelen. En dat kan, daar is judo de uitgewezen sport voor. De kinderen leren zichzelf kennen tijdens het judo. Ze leren vallen en opstaan. Het mooie aan het Jeugd Sportfonds is dat kinderen die normaal niet kunnen sporten, omdat hun ouders het financieel niet voor elkaar kunnen krijgen, wel kunnen sporten. Het zou net het ene duwtje in de rug kunnen zijn waardoor kinderen zich via sport kunnen ontwikkelen en maatschappelijk juist terecht kunnen komen.